Hof. Het is mode vanavond om op de lat te schieten. Timmer trapt richting Sibon. Die het luchtduel verliest. Ingeleverd door Elm, Rasmus Elm. En dan is hier ineens Djuricic met een grote kans. En het is raak voor Heerenveen. 20e minuut. En hij viert zijn eerste treffer voor Heerenveen op deze manier. Lens, het antwoord van AZ, komt misschien snel. El Hamdoui. Lens. Martens is daar ineens en kan het zelf afronden. En zo heeft Heerenveen niet lang genoten van de voorsprong. Een nieuwe verre ingooi van Elm, alleen nu vanaf de andere kant. Daar is niemand. Behalve Schaars die met zijn rechterbeen uithaalt. En de rebound voor Mounir El Hamdoui. Op het moment van schieten staat El Hamdoui in buitenspelpositie. En daar heeft hij hier profijt van. Dus heeft hij wel geluk dat dit door mag gaan. El Hamdoui. Door niemand echt aangepakt. Wernbloem, daar komt Lens. En oh, hij zit erin. Wat een beauty van Jermaine Lens. 3-1. Holmen. Hij heeft El Hamdoui bij zich, maar kan het ook zelf doen. Holmen. En nu kan hij het helemaal zelf doen. 4-1. Invaller Holmen. Pikt ook zijn doelpunt mee. 4-1. En dan zou je zeggen, dat was een makkie vanavond. Nou, ik vind wel dat we goed gespeeld hebben. Maar wel een fase in de tweede helft. Waarin we in 10 minuten niet goed, echt goed speelden. En waarbij we eigenlijk op 3-1 kunnen komen, maar ze kunnen ook op 2-2 komen. En dan krijg je toch een andere wedstrijd. Maar voor de rest hebben de wedstrijd gecontroleerd. Maar ze hebben toch individueel kwalitatief goede spelers, vind ik. Als je kijkt naar hoe jullie reageren op een achterstand in de eerste helft, toont dat volwassenheid? Nou, dat vond ik natuurlijk heel sterk. En goed natuurlijk als je zo snel op 1-1 komt. Dat was belangrijk. En daarnaast gaan ze gelijk door. Die groep is zo beter op dit moment. Ik hoop dat er nog een poosje blijft. Lens, vanavond een van de uitblinkers. Waarom speelde hij? Of eigenlijk, waarom speelde Dembele niet? Wat is er met hem aan de hand? Dembele die had donderdag thee over zijn benen gekregen. En koken TTT. En dat irriteerde hem. Maar hij had vooral last van zijn hamstrings. En voor de wedstrijd bepaalde hij dat. Dat het toch moeilijk was om 100% te spelen. We zeiden voor de grap al, heb jij die tegengegooid? Nee. Ik was er wel bij toen het gebeurde, maar ik vind het sneu voor hem, maar aan de ene kant is het voor mij positief dat ik dan kan spelen. Hoe getergd ben je dan vanaf het moment dat je weet dat je gaat spelen? In eerste instantie rij je naar de club en dan denk ik, ja, je zal weer een infobut krijgen. En moet je het in een paar minuten laten zien. En vervolgens mag je vanaf het begin spelen. En dan weet je dat je het moet laten zien. En ik weet wat ik kan, dus dat twijfel ik niet aan. Is dat dan het lekkere van de breedte van jouw groep? Want Lens is geterecht, wil het laten zien en die pakt dan ook zijn kans. Nee, dat is ook heel, heel belangrijk. Trapattoni heeft een keer bij Bayern München gezegd. Die keek naar zijn bank. Toen zei hij, oh, daar zit Klinsmann. En daar zit nog een hele goede speler. Ik ga rustig op de bank zitten. Wij hebben natuurlijk nu ook een goede bank. En dat is ook bepalend. Maakt dit voor jou nou wel eens lastig? Want Dembele heeft niet de vorm van zijn
leven. En dan komt Lens er nu in. Brengt dat je wel eens aan het twijfelen? In welk opzicht? Nou, Lens laat het heel erg goed zien vanavond. Je zou kunnen zeggen van misschien moet je die een keer laten staan als Dembele ook fit is. Ja, dat is de taak van de trainer. Ik las een paar weken geleden, als ik niet ga spelen, dan wil ik weg. Hoe sta je daar nu in? Ja, ik denk nog steeds hetzelfde over. Het is geen dreigement naar een AZ geweest, maar meer om mezelf te beschermen. Dat ik niet al te lang stil wil staan en dat ik gewoon aan voetballen toe kom. En de situatie is niet gewijzigd nadat ik vandaag in de basis heb gestaan. Het blijft zo ontzettend rustig, maar je moet van binnen toch zoiets hebben van ik wil gewoon echt gaan spelen als ik dit soort avonden meemaak. Ja, inderdaad. Maar ik heb in het verleden heb ik me anders gedragen. En ik denk dat het beter is dat ik me rustig hou. En dat ik gewoon dit soort momenten afwacht. En dan gewoon laat zien dat ik wel moet spelen. En dat heb ik vanavond volgens mij gedaan. Ben je volwassen aan het worden? Ik denk het wel.